Dag dames en heren. 8,5 miljard euro wil de Brainport-regio Eindhoven hebben van het kabinet. Ter versterking van de economie hier in deze regio, die pas geleden werd uitgeroepen tot Mainport. Wat willen ze gaan doen met zo verschrikkelijk veel geld? Ik ga erover praten met een van de karttrekkers van het initiatief, de directeur van Brainport Development, Imke Karzouw. Welkom bij Spotlight. Ja, mevrouw Karzouw, welkom. Dat was zeker wel een drukke week de afgelopen week. Het was een hele drukke week, maar vooral een hele leuke week, eerlijk gezegd. Ja, echt geweldig. Ja, woensdag was die presentatie. Ja. In het Mauritshuis. Ja. In de Randstadzaal. Ja. Was dat toeval of wisten jullie dat van tevoren? Ik wist het niet van tevoren. Toen ik binnenkwam dacht ik even, gut, dit is bijzonder. Maar over een paar jaar heet dat vast de Brainportzaal, zullen we maar zeggen. Ja. Nou ja, je kan ook zeggen, want Hans de Boer van VNO-NCW was er ook bij. En dat was een van de mensen die ook ervoor had gepleit van, we moeten eigenlijk gewoon Eindhoven ook maar gaan zien als onderdeel van de Randstad. Absoluut. Ja, daar had hij al eerder inderdaad voor gepleit. Hè? Ja, ja. Nee, dat klopt. Als metafoor voor de 5 grote steden. Ja, nou ja, kijk, volgens mij moet je gewoon zeggen, kijk, de Randstad, dat ligt in het westen. Wat wij zijn met elkaar zijn 3 economische kerngebieden waar die economie van Nederland gewoon op draait. En dat we dat nu met elkaar zien in Nederland, dat is echt wel heel veel winst. Ja, want laten we het daar even over hebben. Mm-hmm. Want de headlines van het nieuws heeft wel gehaald. Brainport Regio vraagt 8 miljard. Ja. Maar goed, er ligt een dik boekwerk zoals dat aangeboden is. Ja. Wat hebben jullie nou precies aan het kabinet voorgelegd? Wat Brainport wil voor de komende jaren? Ja, nou ja, kijk, wat heel erg belangrijk is, dit is ons aanbod. Dit is nog niet de nationale actieagenda. Dit is ons aanbod vanuit deze regio. En wat we ontzettend graag willen, is straks met dat nieuwe kabinet deze agenda uitwerken tot een gezamenlijke actieagenda. En dat is wel heel erg belangrijk, want we hebben gezegd, deze regio heeft een enorme bijdrage aan de Nederlandse economie. Hè? Dus het is niet alleen maar een agenda voor deze regio, maar een agenda voor heel Nederland. En wij willen dat graag samen met het kabinet gaan uitwerken. En ik denk dat het wel heel belangrijk is, omdat we met elkaar nu zien dat vooral die high-tech maakindustrie in Nederland, dat die zo'n belangrijke positie heeft. Kijk, jarenlang hebben we gedacht dat Nederland distributieland of Nederland kennisland. Met kennis verdien je geen geld en je moet eerst iets produceren voordat je het kunt gaan distribueren. Dus die high-tech maakindustrie die heeft echt wel een beetje een revival doorgemaakt in Nederland. Ja, en van oudsher zit in deze regio gewoon echt een heel groot deel van die maakindustrie van Nederland. Dus het feit dat we nu niet alleen in deze regio weten, maar in heel Nederland weten, en vooral ook in politiek Den Haag, maakindustrie is belangrijk voor de Nederlandse economie, want het levert banen en groei en oplossing van maatschappelijke vraagstukken. En een heel groot deel van die maakindustrie, niet alles, claimen we niet, maar een heel groot deel zit historisch gezien nou eenmaal in deze regio. Daar moet je wel aandacht voor hebben en dat is dus echt van nationaal belang. Ja, maar want toch zie ik daar dan wel een tegenstelling, hè? De nationale actieagenda Brainport. Waarom moet dat die plakker nationaal er weer op? Terwijl uiteindelijk gaat het toch ook om de versterking van deze regio? Ja, het gaat om de versterking van deze regio, maar dat doen we niet alleen ten faveure van ons. Dat doen we omdat dat een impact gaat hebben. Hè? Dat laat dit plaatje ook zo mooi zien, vind ik. Deze cirkels die uitwaaieren zeg maar, over heel Nederland. Die maakindustrie die heeft een effect voor heel Nederland. En natuurlijk zijn er heel veel regio's die hartstikke belangrijk zijn. Maar het effect voor heel Nederland wat wij hebben is gewoon uniek. Dus ja, het gaat om de Brainport-regio, maar het is wel van nationaal belang. Dus vandaar dat we dat zo hebben genoemd. Ja. En dan alle aandacht gaat dan uit naar dat daar 8 miljard gevraagd wordt. Ja. Ik vind het wel leuk om dan even te kijken, ook omdat er een aantal Kamerleden bij waren, hoe zij op dat bedrag reageerden. De regio kan altijd op ons rekenen. Hoeveel geld en hoe we dat regelen, dat onderhandelen we. Als ik het aan u vertel, dan is mijn onderhandelingspositie weg. Die 8,3 miljard, is dat realistisch of overvraagd? Nou, het bedrag, dat weet ik niet. In de zin van, ik kan dat niet zo op tafel leggen. Maar ik denk dat het belang van Brainport wel duidelijk is. Ik bedoel, we weten ook gewoon dat een heel groot deel van de research and development, van de innovatiegelden, wordt in Brainport uitgegeven. 42% van alle patenten komt uit de regio. En het zorgt voor 2 miljoen banen, niet alleen in de regio, maar door heel Nederland. Ja, dus ze zeggen van nou, mooi, hier gaan we aan de slag.
Maar eigenlijk wordt er nog niet zo hard gezegd, ja, die 8 miljard komt er. Nee, maar dat is ook volstrekt niet realistisch dat we dat in deze fase zouden krijgen. Ik bedoel, er wordt geschreven, nog niet eens aan het regeerakkoord natuurlijk. Hè. Dus we zitten in een voorfase. Ik vond het heel belangrijk wat Hans de Boer ook zei, hè, de voorzitter van VNO-NCW. Die zei, luister, deze agenda is hartstikke belangrijk voor Nederland. Dan moet je ook niet onbescheiden zijn. Dan moet je ook een duidelijk verhaal neerleggen. En daar hoort natuurlijk ook gewoon een financieel plaatje bij. Wij hebben gezegd, er is 10 miljard nodig voor de komende 5 jaar. En wat minstens zo belangrijk is, we hebben gezegd van luister, we hebben een partnership van het Rijk nodig. Dus ja, 8 miljard, maar 2 miljard komt echt vanuit het bedrijfsleven in deze regio. Dus daarmee laten we ook zien in de regio dat we ook zelf investeren. Bovenop, laten we dat vooral niet vergeten, de 2,5 miljard die het bedrijfsleven in deze regio jaarlijks al aan R&D besteedt. Dat is echt een fenomenaal bedrag. Dus over die 5 jaar is dat al 12,5 miljard wat het bedrijfsleven überhaupt al investeert. Dus nou ja, dat daar 8 miljard tegenover staat nu van het Rijk, is eigenlijk zo raar nog niet. Ik vond, gisteren was er een heel mooi redactioneel commentaar in het FD. Daar stond ook de kop op, en daar schrok ik even van natuurlijk, beschamend gebedel vanuit Eindhoven. Ik denk, wat krijgen we nou? Maar het stuk stond, het is eigenlijk beschamend dat die Brainport-regio daarvoor naar Den Haag moet komen, want het is zo duidelijk dat effect voor Nederland heel groot is. Het had al lang geregeld moeten zijn. Nou, dat is een mooie commentaar was dat. Ja. Ja. Maar goed, 8 miljard, want ik stel me dan zo voor, hè, er is de afgelopen maanden in Brainport en hier in de stad en in het hele ecosysteem hieromheen ongetwijfeld heel veel vergaderd van wat gaan we daar nou inzetten en wat gaan we nou vragen. Hoe kom je daar dan op uit? Wat voor activiteiten je daar neer moet zetten en wat voor bedrag je eraan hangt. En dan komt daar onderaan die streep, nou ja, inclusief die bijdrage van het bedrijfsleven zelf, dan die 10,5 miljard. Ja, nou ja, kijk, we zijn natuurlijk, ja, dit is een proces geweest van een paar maanden. Nadat natuurlijk het kabinet heeft gezegd, Brainport is Mainport. En toen ons heeft uitgenodigd en uitgedaagd, laten we dan ook samen zo'n agenda gaan maken. Maar het is natuurlijk niet dat we toen al zijn begonnen. We zijn al met elkaar in deze regio 15 jaar bezig om die regio op te bouwen. Dus in die zin konden we heel snel van start. Maar we hebben vooral met elkaar gekeken, wat is er nou in de toekomst nodig aan echt grote ontwikkelingen om deze regio zijn kracht te blijven laten behouden. Dus dit is niet een agenda waar alles in staat in de regio wat we zelf doen. Dit zijn echt de grote dingen waar we het Rijk ook voor nodig hebben. Dus dat is één. En natuurlijk begin je dan met heel veel partijen nog eens opnieuw te praten van, hè, jongens, wat zouden we met elkaar in willen hebben? En dat gaat dan in eerste instantie helemaal zo, want natuurlijk heeft iedereen daar ideeën over. En de laatste paar weken hebben we natuurlijk heel erg moeten convergeren van, ja, maar wat zijn nou de echt belangrijkste dingen? Ja, en eigenlijk zijn die nog niet zo verrassend, hoor. Moet ik me dan zo voorstellen dat toen jullie de eerste inventarisatie gemaakt hadden, dat er 20 miljard of 50 miljard of weet ik wat allemaal op zo'n lijst stond? We zijn helemaal niet begonnen met financiën. Helemaal niet. Maar we hadden wel, ik dacht je begon 20, ja, we hebben wel 20 of 30 of 35 ideeën en grote plannen. Die staan allemaal in een basisdocument wat we natuurlijk hebben. Dus miljarden worden daar in eerste instantie helemaal niet aan gekoppeld. Het gaat erom, wat zijn alle dingen die er nou nodig zijn om deze regio, nou ja, toekomstbestendig te houden. Maar daar moet je op een gegeven moment keuzes in maken. En dat uiteindelijk, dat is best lastig, maar toch past het eigenlijk wel. Want wij hebben gezegd van luister, dit is de Brainport-regio, de regio van de high-tech maakindustrie. En wat is daar nou voor nodig? Primair talent en kennis. Dat is waar we op moeten inzetten. En talent, daarvoor is ook wonen en leefklimaat heel erg belangrijk. En voor kennis, hè, om kennis om te zetten in gewoon economische waarde, in producten, daar heb je ondernemerschap voor nodig. Dus het is talent en daarvan afgeleid wonen en leefklimaat. Het is kennis en daarvan afgeleid ondernemerschap. Dus dat zijn echt, nou, talent en kennis de twee belangrijkste en die andere twee ook. En daar al hebben we het omheen gebouwd. Oké, maar en toch gaat er dan relatief veel aandacht in de berichtgeving in elk geval uit naar het feit dat snelwegen verbreed moeten worden, dat het openbaar vervoer verbeterd moet worden. Dat is geen talent en dat is geen kennis. Dus hoe plaatsen we dat dan? Nou ja, denk ik, er zijn twee redenen voor. Eén, het grootste financiële bedrag inderdaad wat hierin staat gaat ook naar dat wonen- en leefklimaat. Dat is ook niet zo raar, want daar lopen we ook wel echt
achter ten opzichte van de rest van Nederland. En als je infrastructureel iets gaat doen in wegen of in snelwegen, dan kost het ook meteen heel erg veel geld. Hè? Dus dat is ook wel logisch. Maar de tweede reden is dat wij hebben hier heel veel punten in staan waar we ook andere partijen voor lobbyen. Hè? Dus investeren in kennis, daar lobbyt ook VNO voor. En de werkgeversverenigingen of daar de branchevereniging van de metaal lobbyt daarvoor. Dus daar kun je het ook samen in optrekken. Maar uiteindelijk het lobbyen voor het wonen, leefklimaat en bereikbaarheid, ja, dat is iets wat wij echt zelf moeten doen. Dus dat dat nog eens wat extra aandacht krijgt, dat begrijp ik ook wel. Bent u dan niet bang dat er straks ook allerlei dingen benoemd gaan worden? We gaan inderdaad investeren in kennis, maar dat het dan uiteindelijk toch weer naar Amsterdam gaat? Nee. Nee, omdat inmiddels denk ik steeds duidelijker wordt. Dat is echt wel een belangrijke mijlpaal. Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven die concurreren echt niet met elkaar. Het zijn totaal andere regio's, totaal andere economieën. En met elkaar hebben ze voor, ik zou maar zeggen, in de wereld een prachtig aanbod. Dus de kennis die wij hier hebben, bijvoorbeeld rondom, dat is veel over het nieuws geweest, fotonica, fotonische chips. En misschien kunnen we daar nog even over hebben. Of energieopslag. Dat is echt uniek voor deze regio. VNO en CW benoemt dat ook. VNO en CW die zegt van luister, het gaat goed met Nederland, maar we hebben een aantal vraagstukken op te lossen als het gaat om mobiliteit of energie of gezondheidszorg. Zij willen een aantal hele grote transities doormaken. En ook zij zeggen van ja, op een aantal onderdelen, niet alles, dat kunnen we ook niet claimen. Een aantal onderdelen is er maar één plek in Nederland waar we dan moeten zijn en dat is gewoon in deze regio. Dus nee, ik ben daar niet zo bang voor. Nee, maar als u dat zo stellig zegt, dan denk ik bijna indachtig dat commentaar van het Financiële Dagblad. Mm-hmm. Dan is het eigenlijk zelfs raar dat u überhaupt dit boekje heeft moeten schrijven en aanbieden. En dat er zo hard om aandacht geschreeuwd moest worden, ook in de vorige periode in de Tweede Kamer, om überhaupt iets in beweging te krijgen. Ja, nou ja, weet je, je kunt terugkijken op waarom heeft het dan zo lang geduurd. Volgens mij moeten we vieren waar we nu staan en naar de toekomst kijken. Ja. Nou, hebben jullie ook een tekst aangedragen die het nieuwe kabinet zou kunnen opnemen in het regeerakkoord? Ja, daar viel me wel op dat daar dan een aantal mooie zinnen staan met plechtige beloftes. En als eerste teken wordt er 30 miljoen uitgetrokken. Ja. Dat is nogal een gat tussen 10,5 miljard of 8,5 miljard van het kabinet. En als eerste teken van goede wil 30 miljoen. Ja, nee, dat klopt. Kijk, ik zou bijna zeggen, het hele proces, de lobby is een beetje gaan vliegen. Toen vorig jaar de Captains of Industry, zeg maar de bazen van de grootste bedrijven hier, van Philips en ASML en DAF en NXP en VDL, die zijn in gesprek gegaan met de toenmalige minister-president Rutte. En die hebben gezegd van luister, wij zijn van belang voor de economie, maar we hebben echt hier een impuls nodig op ons wonen- en leefklimaat. Wat we hebben uitgerekend op dat moment is dat met name, kijk, als het gaat om sportvoorzieningen, cultuurvoorzieningen, die worden betaald door gemeenten uit het gemeentefonds. En al langer liepen we hier in de stad natuurlijk aan tegen allerlei discussies over muziekcentra, ijsbanen, zwembaden, et cetera, dat niet meer gefinancierd kon worden. We zijn daar heel stevig met elkaar ingedoken en hebben gewoon gezien, en het is later ook bevestigd door allerlei partijen, er is ook niemand die dat ter discussie heeft gesteld, dat alle steden in Nederland, alle gemeenten, die krijgen een bedrag, 340.000 euro per jaar, vanuit het gemeentefonds. Maar er zijn 4 steden, die krijgen een hele smak extra. En dat zijn die 4 grootste steden. Eindhoven is de 5e stad. Dus die krijgt behoorlijk wat minder. Sterker nog, in Eindhoven krijgen wij 1,53 euro per jaar per inwoner. En in Den Haag en in Utrecht is dat ongeveer 140. Dus 1,53 euro vergelijking met 140 euro per inwoner per jaar. In Amsterdam is het zelfs 193 euro. Dus toen we dat echt scherp op het netvlies hadden, toen hebben we gezegd, ja, maar hier moet echt wat aan gebeuren. Nou ja, dan moet je een gemeentefonds gaan herzien. Dus gewoon één grote pot van het Rijk. Ja, en als er niet meer bij komt, ja, dan moet er gaan herverdeeld worden. Nou ja, dan weet je wel waar je tegenstanders zitten. Dus dat is niet zo makkelijk. Dat zijn dan alle andere gemeentes. Dat zijn dan eigenlijk alle andere gemeentes. Dus dat is nog wel een dingetje. Dat proces is echt in gang gezet. Ik verwacht niet dat dit kabinet al tot definitieve aanpassingen zal komen. Hè. De insiders in Den Haag zeggen, dat gaat nog wel een jaar of 4 duren. Dus we hebben gezegd, als overbrugging hebben we nu echt 30 miljoen per jaar nodig. Dat is bescheiden.
ten opzichte van de andere gemeenten krijgen. Maar het is wel ongeveer een lijn en daar kunnen we hier al ongelooflijk veel voor gaan doen. Ja, daarvoor is het nog wel mooi om ook even te kijken naar wat inderdaad een aantal topmensen van bedrijven zeiden over wat er nu aan het gebeuren is. De kern van het belang is dat de regio Brainport weer een enorme vooruitgang geboekt hebben en daarmee door willen. De aantrekkingskracht voor jong talent uit het buitenland, voor top-engineers, die is heel belangrijk. En de regio moet zich daarbij ontwikkelen. Ook de gemeentes met een niveau wat past bij wat we inmiddels bereikt hebben qua innovatie in de regio. Als je echt wil excelleren in deze regio en je kunt versnellen door dit geld op een dusdanige manier dat de werkgelegenheid en de hele Nederlandse economie er een stuk beter van wordt. We hebben een heel sterk fundament in Brainport. Alleen we hebben enorme nieuwe groeikansen ook in Brainport. Maar we beginnen ook grenzen te bereiken. Grenzen in beschikbaarheid van mensen, grenzen in de voorzieningen, grenzen in aantrekkelijkheid van de stad, grenzen in bereikbaarheid. En dat is denk ik waar die impuls voor nodig is. Ja, want dat is dus het belang wat die technologie sector hecht aan wat er nu gaat gebeuren. Hoe snel gaan we eigenlijk merken dat er ook dan iets verandert? Ja, ik zou bijna zeggen, laten we even kijken naar het regeerakkoord. Dus binnen nu en enkele weken hoop ik dat we in ieder geval iets zien in een regeerakkoord. Kijk, dit zijn geen plannen die 100% klaar zijn en die allemaal binnen een jaar gerealiseerd zijn. Dit gaat om grote bewegingen. En tegelijkertijd denk ik dat we echt binnen een paar jaar echt veranderingen zullen gaan zien. Er zit een hele grote, dat zei ik net al, talentparagraaf in. Hè? Dus we vinden dat we echt moeten inzetten op talent. Nou ja, ik zou bijna zeggen, ouders van kinderen die nu al op de middelbare scholen hier in de regio zitten, op de Brainport-scholen, die merken dat het onderwijs daar aan het veranderen is. En we willen dat nu snel versneld gaan uitbreiden, ook naar de basisonderwijs. Dus alle schoolbesturen van de basisonderwijsscholen, die hebben ook gezegd, wij willen ons onderwijs echt gaan vernieuwen. Met nieuwe vaardigheden aanleren, ook internationaler maken. Dus dat is iets wat al vrij snel voegbaar is. We gaan ook, dat loopt al een tijdje, dat gaan we nu echt opschalen. Een grote proeftuin maken waar 100.000 chronisch zieke ouderen met e-health, dus elektronische health, gezondheidstoepassingen, langer thuis kunnen blijven wonen. Nou, dat zijn 100.000 mensen die daar wat moeten gaan merken de komende jaren. Dus dat zijn maar twee voorbeelden van dingen die we echt merkbaar zullen zijn. Maar zijn dat ook projecten die nu echt in de ijskast staan te wachten tot er geld voor is? Nee, dat zijn projecten waar al aan wordt gewerkt, maar die nu een flinke impuls nodig hebben om op te schalen. Ja. Kijk, er wordt nog niet gegraven aan nieuwe snelwegen. Hè? Dus dat, dus die snelwegplannen, A50, de A58, de A2, dat zijn allemaal overigens knelpunten eigenlijk buiten onze regio, hè, toevoerwegen hier naartoe. Die staan allemaal al wel in plannen in Den Haag. Alleen ze zijn nog niet gefinancierd. Dus daarvan zeggen wij, je moet nu die financiering naar voren halen. Maar dat duurt natuurlijk nog wel even voordat daar de eerste schop in de grond zal gaan. Ja. Nou draait dat allemaal om de technologie sector. Hè? Met ASML als hele belangrijke trekker daarvan. En andere partijen die u net noemde, die daar ook belangrijk in zijn. Zeker bij ASML zit dat natuurlijk wel heel specifiek in een aantal technologische vernieuwingen waar ze mee bezig zijn, waarmee ze iedere keer opnieuw vraag kunnen creëren naar nieuwe machines waar nog weer snellere en grotere chips mee gemaakt kunnen worden voor computers en andere apparaten. Zijn we daarmee niet ook heel eenzijdig en daarmee kwetsbaar als regio? Nee, als je naar de cijfers kijkt, en dat is natuurlijk nog een beetje gevaarlijk, want we hebben nog niet heel veel jaren die cijfers zien we. Maar we zien, het lijkt wel alsof we wat minder kwetsbaar worden en minder afhankelijk worden van alleen maar ASML. En dat is maar goed ook. En ASML wil dat zelf ook. Zeker na de laatste crisis hebben zij ook gezegd, al hun toeleveranciers, want ASML maakt die machines niet alleen, dat doen ze met ongelooflijk veel, vooral MKB-bedrijven daaromheen, hebben gezegd van luister, je mag aan mij toeleveren als MKB-bedrijf, maar je moet minstens een heleboel andere klanten ook hebben. Zodat als het ons wat minder gaat en wij moeten afschalen, dat je niet gewoon meteen omvalt. Dat is een belang van die MKB-ondernemer, maar ook voor ASML. Want als zij dan weer, als het weer upstream gaat, de conjunctuur weer aantrekt en ze hebben weer meer nodig, ja, dan missen zij op een gegeven moment bedrijven. Dus het is een wederzijds belang.
En daar zie je gelukkig dat dat begint te werken. Dus ja, ASML zijn heel belangrijk. En Philips ook, en VDL ook, en DAF ook. En ja, ik ben afgelopen jaar... zijn we in alle 21 gemeentes weer eens een keer een ronde gemaakt. Hebben alle 21 colleges meegenomen naar een prachtig bedrijf in hun gemeente. En je ziet zoveel echt hele bijzondere, vaak MKB-bedrijven... die wereldspeler zijn in een hele kleine niche... maar dus er zijn heel veel meer bedrijven in deze regio die belangrijk zijn. Dus ik denk dat we worden steeds minder afhankelijk en de diversiteit begint al wat toe te nemen. Terwijl aan de andere kant de ontwikkelingen waar eigenlijk iedereen steeds over heeft. Zelfs in de verkiezingscampagne kwam de fotonica nog op een gegeven moment ook aan bod. Ja. Een nieuwe manier van waar je chips en computers en zelfs het hele internet mee zou kunnen bouwen. Dat komt niet van die MKB'ers af, maar dat zijn de grote jongens die dat moeten ontwikkelen. Nou, nee. Nee, absoluut niet. Nee, kijk, wat die fotonica, fotonische chips, zijn eigenlijk de nieuwe generatie chips. Hè. De huidige generatie van computerchips die werken op basis van elektronica. En de nieuwste generatie chips die we hier aan het ontwikkelen zijn, die werken op basis van licht. En wat is er nou het voordeel van? Ze zijn echt 1000 keer sneller en goedkoper, maar vooral ook energiezuiniger. Want als je gewoon de digitalisering in de wereld gaat heel erg hard. Dat betekent dat er steeds meer datacenters bijkomen. En het grootste probleem van die datacenters is dat ze ongelooflijk veel energie vreten. Er zijn pessimisten die zeggen over een paar jaar zullen wij al onze energie nodig hebben in de wereld om die datacenters van energie te voorzien. Ja, dat kan natuurlijk. Echt helemaal niet. Dus daar moet iets gebeuren. Nou, die fotonica, die geïntegreerde fotonica is dat, die technologie op basis van licht, die kan daar hele grote oplossingen voor geven. Dus dat is technologie die oplossing biedt voor eigenlijk de vraag naar energie. Alleen wat je nu ziet, het is kennis die echt bij de universiteit nog wordt ontwikkeld. En daar zit een kleine groep van bedrijven, en dat zijn met name kleine start-ups omheen, die dat aan het opbouwen zijn. Dus dat zit nog helemaal niet zo bij de grote bedrijven, maar vooral bij een aantal kleinere bedrijven. En die grote bedrijven zijn aan het meekijken wat zij daarin kunnen betekenen. Ja. Of moeten we hier juist uit concluderen dat de chips die ASML aan het ontwikkelen is, of de machines waar ze dat mee kunnen maken, dat die over een paar jaar helemaal niet meer nodig zijn omdat alles dan om de fotonica draait? Nee, wat ik ben geen superspecialist hierin, maar wat ik me heb laten vertellen is dat er altijd die elektronische chips voor bepaalde toepassingen nodig zullen blijven, maar dat daarnaast die fotonische chips komen. Dus je zult ze nog een hele lange tijd echt naast elkaar nodig hebben. Ik wil nog even terug naar de actieagenda. Ja. Want fotonica staat er ook in, hè? Dus, zeker. Ook actieagenda. Ik denk dan ook even aan de mensen thuis die zien van dat hier nu hard aan getrokken wordt. Dat hier een grote zak geld voor wordt binnengehaald als het lukt. Mm-hmm. Terwijl mensen zich misschien ook afvragen van er zijn toch ook andere dingen heel belangrijk in de zorg. Waar mensen zien dat daar alleen maar bezuinigd wordt, dat er van alles niet kan. Waarom moeten we dan als regio juist die technologie sector die al als een tierenlier draait dan nog een keer zo sterk versterken? Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we met elkaar zien is dat, dat we die technologie sector niet versterken alleen maar voor die technologie sector. Maar dat er is denk ik op dit moment geen maatschappelijk vraagstuk als het gaat om zorg, om energie, om mobiliteit, om veiligheid. Al die grote vraagstukken waar we allemaal mee worstelen, jij en ik ook, die kunnen niet opgelost worden zonder technologie. Dus anders gezegd, technologie is er altijd voor nodig. En voor een groot deel van dat soort problemen hebben wij gewoon oplossingen. Die moet je dan wel gaan ontwikkelen. Daar moet je wel heel veel energie in stoppen om dat te doen. En ik denk dat de mensen in de Brainport-regio en hier in Eindhoven zullen daar als eerste van gaan profiteren. Ik zei het net al, die 100.000 chronisch zieke ouderen die hier 2 jaar langer vitaal thuis kunnen blijven wonen met die e-health toepassingen. Dat zal uiteindelijk voor heel Nederland en de hele wereld beschikbaar komen. Maar als eerste voor de mensen hier. Ja, terwijl mensen zich dan misschien ook afvragen van dan staat er straks een robot aan hun bed en dan kunnen ze beter geholpen worden. Maar misschien hebben ze juist liever dat er geïnvesteerd wordt in een verzorgende aan hun bed die gewoon aandacht kan geven. Ja, maar als nou die robot, want zover zal het niet meteen gaan, maar het gaat om bepaalde apparatuur om je bloeddruk et cetera te meten, hè, en om bepaalde waardes door te geven. Dat zijn handelingen die wel zo'n apparaat kunnen worden overgenomen. En daardoor kunnen de verzorgenden aan bed gewoon meer, hebben meer tijd voor ook het sociale aspect, wat ongelooflijk belangrijk is. Want technologie gaat echt niet alles oplossen. Dat zijn we met elkaar eens. Maar betekent dat ook dat die ontwikkelingen waar jullie nu om vragen, wat gaan mensen daar zelf van merken?
Ja. Nou ja, wat ik al net al zei, in het onderwijs gaat er heel snel, denk ik, dingen al meer zichtbaar van zijn. Ja, nogmaals, die 100.000 chronisch zieke ouderen is ook absoluut iets wat duidelijk zal worden. Nou ja, en iets anders. Wij vinden echt met elkaar dat zeker hier in Eindhoven, hè, die Brainport-regio is natuurlijk breder, maar zeker hier in Eindhoven, moet je ook gewoon in het straatbeeld veel meer merken van de kracht die we hebben van technologie en design. Dus we willen ook wel echt impulsen geven hier aan de stad. Dus dat is ook iets wat mensen heel snel zullen zien en zullen merken. En het muziekgebouw kan open blijven dan? Volgens mij is dat een besluit wat hier door het gemeentebestuur genomen moet worden. Ja. Dat is waar. Maar dat soort dingen zijn natuurlijk niet alleen maar voor de mensen in de technologie sector. Nee, absoluut niet. Tuurlijk. Het zijn kijk, wat je gewoon ziet is dat je mensen die... de technologie sector is belangrijk, maar die heeft een enorm afgeleid effect in de hele economie. Één baan in de industrie leidt tot 1 tot 2 banen in services eromheen. Dus om het simpel te zeggen, ja, als het bij ASML gewoon beter gaat, dan draait de bakker op de hoek ook gewoon beter. Dus we hebben er met z'n allen baat bij. En dus we moeten ook met zorgen dat het wonen- en leefklimaat hier voor iedereen, mensen die nu hier wonen, onze eigen collega's en medewerkers en iedereen die hier nu zit, en de nieuwkomers, want we hebben echt veel nieuwe mensen nodig, dat die zich hier thuis voelen. Nou, heeft u en uw mensen de afgelopen maanden, jaren hard gelobbyd en dat leidt uiteindelijk dan tot dat dit document kan worden aangeboden aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet. Ja. Hoe gaat die lobby nu verder? Ja, op een aantal manieren. Kijk, de kamers zijn in Den Haag langzamerhand wel een beetje gesloten natuurlijk. Hè, de echte onderhandeltafel. Tegelijkertijd zijn de contacten zo goed dat we ook proberen daar via allerlei ingangen aan de politieke kant nog te belobbyen. Dit is een aanbod aan Den Haag om het nu samen uit te gaan werken. We zijn al met het ministerie van Economische Zaken, van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs, van Sociale Zaken, allemaal al over deze projecten in gesprek. Dus ambtelijk zijn we heel actief bezig. Ja, en ik denk, als je goed naar deze agenda kijkt, en hij leest lekker weg, maar als je dan eens even goed kijkt wat voor projecten daarin zitten, we moeten ook zelf aan de bak om dit te gaan organiseren. Dus het is ook echt een opdracht aan onszelf. Dus we gaan op allerlei fronten de komende weken en maanden heel hard verder werken. Dus jullie moeten eigenlijk nu zo snel mogelijk van een organisatie die probeert geld binnen te halen, een organisatie worden die het geld ook goed kan uitgeven? Nou ja, het is, je hebt wel gelijk. Het is één om geld binnen te halen, maar je moet het met elkaar ook nog kunnen wegzetten. Misschien wel even duidelijk maken, de dingen die hier aanstaan, die zijn allemaal niet allemaal door Brainport Developments, hè, de ontwikkelingsmaatschappij, dat wij dat gaan doen. Kijk, de verdubbeling van het aantal tech- en IT-studenten op mbo, hbo en wo, daar zal toch echt een summa, een universiteit, een fontys, zullen daar aan de bak moeten. Wij als organisatie kunnen daar bij helpen en bij ondersteunen. Sommige dingen pakken wij meer op. Maar dit is wel een agenda voor ons allemaal. Dus het is niet zo dat wij dat binnenhalen. Ik heb ook straks geen 8 miljard op mijn rekening staan. Nee. Het zou best leuk zijn om een keer te kunnen... Ja, dat voelt het zou wel goed voelen. Nee, dat is niet reëel. Nou, we gaan het in die tijd dat die stappen echt gezet worden, ongetwijfeld weer op allerlei manieren aandacht aan besteden. Graag. Bedankt voor nu. Ja, helemaal goed. U bedankt voor het kijken naar Spotlight. Blijf vooral even kijken naar Studio 040, want over een paar minuten dan presenteren wij een uitgebreide terugblik op hoe dat nou allemaal ging afgelopen woensdag daar met die busrit naar Den Haag en het aanbieden van die actieagenda en alle reacties van alle betrokkenen die daar gegeven zijn. Volgende week dan is er ook weer een aflevering van Spotlight. Dan praten we met de voorzitter van het COC Eindhoven. Graag tot dan.